والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، بس برودس، inmiddels is het dag 11 van Ramadan. وفقنا الله وإياكم للصيام والقيام وسائر الأعمال. It is inmiddels dag 11 van Ramadan. Mogen Allah ons en jullie het succes schenken om deze dagen te vasten en de nachten te bidden en de andere aanbiddingen te verrichten. In de vorige les hebben we het gehad over de liefde van Allah Azzawajal en hoe je deze kan verkrijgen. En we zijn geëindigd met de uitspraak van Allah Azzawajal, waarin hij zegt: قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهَ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. Allah die test ons uit en hij zegt: zeg, O Mohammed, als jullie echt houden van Allah, volg mij dan, zodat Allah van jullie zal houden en jullie zondes zal vergeven. Dus vandaag deel 2 over de serie die gaat, of over de serie die als onderwerp heeft: hoe krijg ik de liefde van Allah Azzawajal? En deel 2 is niet minder belangrijk dan deel 1. En dat is namelijk het houden van Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Jouw shahada is niet compleet met alleen ashhadu an la ilaha illallah, totdat je eraan toevoegt: wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ik getuig dat Mohammed zijn laatste profeet en boodschapper is. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, degene die is gestuurd als leiding voor de mensheid, als licht in het donker. In tuti'uhu tahtadu. Als jullie hem gehoorzamen, dan zullen jullie geleid worden, zegt Allah azza wa jal. Dus hoe moeten wij houden van Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Hoe moeten wij houden van deze edele profeet? En hoe zouden de sahaba houden van deze profeet sallallahu alayhi wa sallam? Want de sahaba, dat is het volk die de islam heeft begrepen zoals het hoort. Zonder overdrijving en zonder een of andere bounty versie van de islam. Al-imam Ali radiyallahu anhu, die is gevraagd: سئل علي رضي الله عنه كيف كان حبكم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الإمام علي رضي الله عنه is gevraagd: hoe was jullie liefde voor Mohammed صلى الله عليه وسلم؟ En hij zei رضي الله عنه: كان والله أحب إلينا من أموالنا وأولادنا وأبنائنا وأمهاتنا ومن الماء البارد على الظمأ. علي رضي الله عنه die werd gevraagd: hoe was jullie liefde voor Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? En hij zei: wallahi, de profeet sallallahu alayhi wa sallam was geliefder bij ons dan al ons bezit en al onze kinderen en onze vaders en onze moeders. En de profeet sallallahu alayhi wa sallam, die was geliefder bij ons dan koud water als wij dorstig waren. Stel je voor, je bent in een woestijn, in the middle of nowhere, en je dreigt te sterven van de dorst. Hoe geliefd bij jou is dan wel niet een slokje koud water? Nog geliefder dan dat, beste broeder en zuster, hoort de profeet sallallahu alayhi wa sallam bij jou te zijn als je wil dat het goed met jou gaat. En daarom zegt Allah azza wa jal ook in de Koran: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى ياتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين.
فسماهم الفاسقون. من هم؟ الذين يفضلون أموالهم وتجاراتهم ومساكنهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي. Dus Allah, die zegt dat ook in de Koran. En hij zegt, zeg als jullie vaders of jullie kinderen of jullie broeders of jullie vrouwen of jullie families of jullie bezittingen die jullie hebben verzameld, of jullie handel waarvan jullie bang zijn dat deze bederfd wordt, of jullie huizen waarmee jullie tevreden zijn, zeg als dat geliefder is bij jullie dan Allah en dan de profeet sallallahu alayhi wa sallam, en dan een strijd omwille van hem. Wacht dan totdat Allah komt met zijn zaak, en Allah die zal, en Allah die zal de verdorven volk niet leiden. Dus Allah en zijn profeet sallallahu alayhi wa sallam, die zijn geliefder bij ons dan wat dan ook. Vraag jezelf ook af, beste broeder, beste zuster, ben jij zo? Ben jij net als Bilal radiallahu anh, die de rotsen kreeg op zijn rug en bleef zeggen ahadun ahad omwille van Allah azza wa jal? Ben jij net als Bilal radiallahu anh, die niet de adhan kon verrichten na de dood van de profeet sallallahu alayhi wa sallam vanwege zijn liefde voor Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Ben jij net als Bilal radiallahu anh, toen hij al hajj kwam verrichten, toen hij een keer weer terugkwam naar al-Madina en hij verrichtte al-hajj, en hij verrichtte al-adhan en hij zei wa ashhadu anna Muhammad rasulullah, huilde hij en stopte hij met zijn adhan. Omwille van wie? Omwille van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. En heel al-Madina was aan het huilen ter nagedachtenis van Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. قال الإمام الحسن البصري رحمه الله تعالى جذع بكى من أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أولسنا أحق بالحنين إليه صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي فصلوا وسلموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة في ليلة الجمعة وفي نهارها. الحسن البصري رحمه الله تعالى دي زو zeggen, een boomstam die huilde om het gemis van de profeet sallallahu alayhi wa sallam, horen jij en ik niet meer te huilen en de profeet sallallahu alayhi wa sallam niet meer te missen dan deze boomstam. Dus vraag jezelf af, beste broeder, beste zuster, hoe vaak mis jij de profeet sallallahu alayhi wa sallam? Dus vermeerder het uitspreken van de salat en de salam over de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Met name in de nacht van vrijdag, wat begint vanavond na al-Maghrib en morgen overdag. Beste broeders, als jij iemand mist, dan hou jij je bezig met diegene. Hoe vaak heb jij de sira van de profeet sallallahu alayhi wa sallam gelezen? Sterker nog, hoe vaak heb jij de sira van de profeet sallallahu alayhi wa sallam herhaald? Beste broeders, het weinig bezig zijn met de profeet sallallahu alayhi wa sallam en met zijn leiding en wat hem bezig hield, dat is een teken dat de liefde van de profeet sallallahu alayhi wa sallam weinig is en dat het steeds minder wordt. En dat is iets waar we aan moeten werken. En dat is iets waar we wat aan moeten doen. Met name tijdens Ramadan. Als wij houden van Allah azza wa jal, dan moeten wij weten dat de profeet sallallahu alayhi wa sallam de enige weg is naar Allah azza wa jal. هذا ابن القيم يكتب زاد المعاد في هدي خير العباد من أعظم الكتب التي ألفت في هدي وفعل ومشي ونطق وسكوت ونعاس رسول الله صلى الله عليه وسلم. يكتبه في سفره لا كتاب معه، ومع ذلك
ومع ذلك كان من أفضل الكتب في هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن المعلوم أن المحب في أسفاره يزداد شوقا إلى حبيبه، فبثرت هذه الكلمات وصدرت هذه العبارات من ابن القيم في حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابن القيم سكريفت سان فيرلد برومت بوك زاد المعاد في هدي خير العباد، ان بوك دي اومسكريفت هو ذا بروفيت صلى الله عليه وسلم واس، اند ات سكريفت هاي ترويل هاي اوب رايس واس zonder dat hij naslagwerken had of andere boeken. Maar toch is dit een van de mooiste boeken ooit die is geschreven over al-Habib al-Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Waarom? Dat is omdat de geleerden zeggen, wanneer iemand op reis is, dan komen zijn emoties naar boven. Dan komen zijn emoties naar boven. Net als wanneer iemand vastzit in de cel of enorm verdrietig is of andere emotionele situaties. Dus wanneer iemand op reis is, dan komen zijn emoties naar boven. En hij sprak met de pen der liefde. En hij sprak over de meest geliefde, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. En daarom is Zad al-Ma'ad een van de mooiste boeken die is geschreven over de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Het was de liefde van Ibn al-Qayyim voor de profeet sallallahu alayhi wa sallam die sprak. Beste broeders, beste zusters, de liefde van de profeet sallallahu alayhi wa sallam, de liefde voor de profeet sallallahu alayhi wa sallam bij de sahaba heeft zich plaatsgevonden in extreme vormen die wij niet eens kunnen voorstellen. Hun liefde voor de profeet sallallahu alayhi wa sallam zorgde ervoor dat zij zouden springen op de profeet sallallahu alayhi wa sallam tijdens het slagveld, zodat de pijlen op hun rug zouden vallen en niet op de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Wa huwa ahad as-sahaba yaqulu li rasulillah sallallahu alayhi wa sallam nahri duna nahrika ya rasulullah. En dit is een van de sahaba tijdens de veldslagen en hij zegt: O boodschapper van Allah, mijn hals in plaats van jouw hals, ja Rasulallah. En de profeet sallallahu alayhi wa sallam, Abu Talha, die zegt tegen hem: Bi abi anta wa ummi ya Rasulallah, la tashrif yusibuka sahmun min sihamil qawm, nahri duna nahrik. En dit was Abu Talha, die zou zeggen tegen de profeet sallallahu alayhi wa sallam, toen de mushrikien om hem waren verzameld, hij zou zeggen: Niet kijken naar hun, o boodschapper van Allah, wellicht dat een pijl van hun pijlen jou zullen raken. Mijn hals, mijn keel is omwille van jouw hals, o boodschapper van Allah sallallahu alayhi wa sallam. De liefde voor de profeet sallallahu alayhi wa sallam was groot, ondanks armoede, ondanks tegenslagen. Een van de sahaba, Zaid radiyallahu anhu, hij werd gemarteld en hij werd gekruisigd en gedood door de mushrikien. En ze zeiden tegen hem, voordat ze hem zouden doden, Nanshuduka billah, ya Zaid, atarda, atarda, an takuna huna, wa yakunu rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, fi rahlih, au kama qalu. Ze zeiden tegen hem, O Zaid, we vragen jou bij Allah, vlak voordat wij jou zullen doden en vermoorden, ben je hier tevreden mee dat jij op het punt staat om gedood te worden, terwijl de profeet sallallahu alayhi wa sallam veilig is tussen zijn familie? En hij zei tegen hun, Wallahi, wallahi, lamaqami hada ahabbu ilay min shawkatin yushaku biha rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. En hij zei tegen hun standvastig, hij zei, zien jullie wat ik nu meemaak? Dat is geliefder bij mij dan dat een doorntje, een klein doorntje, de profeet sallallahu alayhi wa sallam zou raken. Dit was de liefde van de sahaba voor de profeet sallallahu alayhi wa sallam in moeilijke en in makkelijke tijden. En zie ook de liefde
van de grote geleerden voor de sunna van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Min shiddati mahabbati salihin li rasulillah wa li sunnatihi sallallahu alayhi wa sallam. Kana ba'duhum la yakhtabi'u fi al-makan al-wahid fawq thalathati ayyam. فهو الإمام أحمد متبوع من أجل دينه يختبئ في المكان ثلاثة أيام ثم يطالب بالانتقال فيقال له إلى أين هذا المكان آمن فيقول لهم الإمام أحمد رحمه الله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث في غار ثور ثلاثة أيام أو مكث في الغار ثلاثة أيام ولا يصلح بنا أن نتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في اليسر ولا نتبعه في العسر. الله أكبر. قلوب تعلقت بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم عليها رحمة الله. Dit is الإمام أحمد. Terwijl hij op de vlucht was, verbleef hij op zijn vluchtplek 3 dagen. En daarna zei hij: verander mijn plek. En zij zeiden tegen hem: naar waar moeten we jou brengen? Blijf hier, want hier is het veilig. En hij zegt tegen hun: luister, de profeet sallallahu alayhi wa sallam is slechts 3 dagen gebleven in de grot met Abu Bakr radiallahu anhu. En daarna is hij vertrokken. Het past niet bij ons, zegt hij. Het past niet bij ons dat wij de profeet sallallahu alayhi wa sallam volgen in de makkelijke tijden en dat wij hem niet volgen in de moeilijke tijden. Allahu Akbar. Harten die vol waren met liefde voor Allah en voor de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Niet alleen de mannen, maar zeker ook de vrouwen. An Anas radiyallahu anhu qaal: lamma kana yawm Uhud khada an-nas خاض أهل صاح أهل المدينة صيحة فقالوا قتل محمد صلى الله عليه وسلم حتى كثرت الصواريخ في ناحية المدينة فخرجت امرأة من الأنصار متحزمة فاستقبلت وأخبرت بوفاة وباستشهاد ابنها وأبيها وزوجها وأخيها لا أدري أيهم استقبلت به أول فلما مرت على آخرهم قالت من هذا قالوا أبوك أخوك زوجك ابنك وهي تقول ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا هو أمامك أو قالوا في رواية أخرى هو بخير فما صبرت وما مكثت حتى رأته حتى دفعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذت بناحية ثوبه ثم قالت رضي الله عنها بأبي أنت وأمي يا رسول الله لا أبالي إذا سلمت من عطب لا أبالي إذا سلمت من عطب وفي رواية أخرى قالت كل مصاب بعدك جلل. Ook de vrouwen zouden zo zijn in hun liefde voor de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Een van de vrouwen tijdens Ghazwat Uhud, het nieuwsgerucht was verspreid dat de profeet sallallahu alayhi wa sallam was gestorven. De duivel die schreeuwde dat rond tussen de mensen. En een van de sahabiyat, zij ging richting Uhud op zoek naar de profeet sallallahu alayhi wa sallam. En terwijl zij aan het lopen was, en zij was een vrouw van de Ansar, terwijl zij aan het lopen was, terwijl zij aan het zoeken was, zeiden ze tegen haar, jouw zoon is overleden, jouw vader is overleden, jouw man is overleden, jouw broer is overleden. En Anas ibn Malik radiyallahu anhu die zegt: ik weet niet welk slecht nieuws zij als eerste kreeg. En zij bleef lopen, strijdlustig, op zoek, totdat ze bij een aantal doden kwam. En zij zei, wie zijn dit? En zij zeiden tegen haar: Abuki, jouw vader. Achuki, jouw broer. Wazoujuki, jouw man. Wabnuki, jouw zoon. En wat was haar reactie? Wat was haar reactie? Haar reactie was: ma fa'ala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ze hoort dat haar vader dood is. Haar broer, haar zoon en haar man. En haar reactie was:
wat is er gebeurd met de profeet sallallahu alayhi wa sallam? Hoe gaat het met de profeet sallallahu alayhi wa sallam? En zij zeiden tegen haar, hij is daar voor jou. En in een andere riwaya zeiden ze tegen haar, het gaat goed met de profeet sallallahu alayhi wa sallam. En zij zei, ik rust niet totdat ik de profeet sallallahu alayhi wa sallam zie. En in deze riwaya zag zij de profeet sallallahu alayhi wa sallam. En zij klampte zich vast aan een stukje van zijn kleding sallallahu alayhi wa sallam. En zij zei, ik offer mijn vader en uw moeder en mijn moeder. Ik offer mijn vader en mijn moeder voor u op. O boodschapper van Allah, la ubali idha salimta min atab. Het boeit mij niet, het boeit mij niet wat er is gebeurd, zolang het maar goed met u gaat, o boodschapper van Allah, sallallahu alayhi wa sallam. En in een andere riwaya, zij zei, o boodschapper van Allah, o boodschapper van Allah, elk probleem en elke ramp na u is makkelijk. Elke ramp na u is makkelijk. En dit komt vanwege hun liefde voor de profeet sallallahu alayhi wa sallam. En zo heeft de profeet sallallahu alayhi wa sallam ons ook aangesproken. Als wij daadwerkelijk van hem houden. Qala sallallahu alayhi wa sallam. Man usiba bi musabin falyatadhakkar musabi. أو كما قال صلى الله عليه وسلم de profeet صلى الله عليه وسلم die zei degene die een ramp meemaakt laat hem dan denken aan de grootste ramp en dat is het verliezen van mij zei de profeet صلى الله عليه وسلم فكل من أصيب بمصيبة من فقدان أو نقصان فليتذكر المصاب الأعظم وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم هانت المصائب بذكر حبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم iedereen die een ramp meemaakt, iedereen die een tegenslag meemaakt, iedereen die een geliefde kwijtraakt, iedereen die een financiële ramp meemaakt, laat hem dan denken, zoals staat in deze hadith, aan de grootste ramp, het verliezen en het kwijtraken en de dood van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Want met het denken aan het grootste verlies, de dood van de profeet sallallahu alayhi wa sallam, kan jij elk verlies relativeren en wordt elk verlies te verdragen. Beste broeders, beste zusters, de liefde van de sahaba voor de profeet sallallahu alayhi wa sallam was groot. Darab as-sahaba arwa' al-amthila fi hubb rasul Allah sallallahu alayhi wa sallam. Fa huwa ibn Umar radiyallahu anhuma yasma'u qawla an-nabi sallallahu alayhi wa sallam kama jaa 'inda Abi Dawud law tarakna hadha al-bab lin-nisaa قال نافع فلم يدخل منه ابن عمر حتى مات رضي الله عنهما إن بي سنن أبي داود staat dat de profeet sallallahu alayhi wa sallam zou zeggen over een van de deuren zouden we deze deur niet beter kunnen laten voor de vrouwen نافع de slaaf van ابن عمر رضي الله عنهما hij zegt والله ik heb ابن عمر nooit meer via die deur zien gaan na deze uitspraak van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. En dit is Quraysh die stuurt een van haar ambassadeurs om te onderhandelen met de profeet sallallahu alayhi wa sallam. En hij komt terug en hij zegt, ya ma'shara Quraysh, laqad ra'aytu Kisra wa Qaysar wa lam ara ahadan ashaddu hubban li ahadin min hubbi sahabati rasulillah sallallahu alayhi wa sallam li rasulillah. And it is Quraysh die stuurt een van haar ambassadeurs om te onderhandelen en hij komt terug en hij zegt, O Quraysh, ik ben gegaan naar Caesar en ik ben gegaan naar Kisra, de koning van de Perzen. En ik heb niemand gezien die meer liefde heeft voor iemand dan de sahaba, dan de vrienden van Mohammed sallallahu alayhi wa sallam voor Mohammed. Zijn druppels, daar zouden zij om vechten. De druppels waarmee hij het wudu verricht, daar zouden zij om vechten. En zijn beker die hij liet staan, die zouden zij drinken. En zelfs zijn gezegende speeksel
en snot, sallallahu alayhi wa sallam. Daarmee zouden zij zichzelf invrijven. Waarom? Uit liefde voor de profeet, sallallahu alayhi wa sallam, de redder der mensheid. Hoe zijn wij als het gaat om onze liefde voor de profeet, sallallahu alayhi wa sallam? Verricht jij de salaat en de salaam over de profeet, sallallahu alayhi wa sallam, op vrijdag? Of is dat te zwaar voor jou, o moslim? Wanneer jouw profeet, sallallahu alayhi wa sallam, wordt beledigd en wanneer de spot wordt gedreven met de profeet, sallallahu alayhi wa sallam, wanneer de meest dierbare wordt bespot, hoe ben jij dan, o moslim? Er zijn genoeg wegen hoe jij de overwinning kan schenken aan dit geloof en aan de profeet, sallallahu alayhi wa sallam. Wanneer jouw profeet, sallallahu alayhi wa sallam, voor de zoveelste keer wordt beschimpt of bespot, heb jij een aantal van zijn ahadith verspreid, online of offline? Heb jij iemand iets verteld over de profeet, sallallahu alayhi wa sallam? Heb jij een boek uitgedeeld over de profeet, sallallahu alayhi wa sallam? Heb jij, o dichter, een gedicht geschreven ter verdediging van de profeet, sallallahu alayhi wa sallam, zoals Hassan ibn Thabit zou doen? Maar wees niet bang. Wees niet bang, o jij die de moed niet had en de moeite niet heeft genomen om jouw profeet, sallallahu alayhi wa sallam, te verdedigen. Op wat voor toegestane wegen dan ook. Allah azza wa jal zal dit doen. En Allah heeft dat al gedaan. En hij zegt, subhanahu wa ta'ala, inna kafaynaka al-mustahzi'in. Wij zullen jou beschermen tegen degene die met jou spotten, o Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Kijken jullie dan niet, luisteren jullie dan niet hoe de vervloekte deen, de cartoonist, zou spotten met de profeet, sallallahu alayhi wa sallam? Zij hebben hem geprobeerd te beschermen. Zij hebben hem geprobeerd te beschermen tegen de mensen. En dat is gelukt. En dat is maar goed ook. Anders had een moslim weer de schuld gekregen. Maar konden zij hem beschermen tegen Allah azza wa jal? Het vuur is zijn eindbestemming. En het helle vuur is wat hij al heeft gekregen in dit wereldse. Hebben jullie niet gezien hoe zijn auto in de fik is gestoken? Wal-iyadu billah. Een teken van Allah en een waarschuwing van Allah voor een ieder die spot met Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Beste broeders, op een dag zou de profeet sallallahu alayhi wa sallam zijn sandalen uittrekken tijdens het gebed. En alle sahaba die zouden dat doen. En op een dag zou de profeet sallallahu alayhi wa sallam zijn ring uittrekken. En alle sahaba die zouden dat doen. En op een dag zag de profeet sallallahu alayhi wa sallam een van de sahaba met een gouden ring. En hij pakte zijn gouden ring af. En hij gooide die weg. En een andere sahabi zei tegen hem, pak deze ring en verkoop deze. Het is een ring van goud. Het is wat waard. En deze sahabi die zei, wallahi, ik zal niks oppakken wat de profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft weggegooid. Dit was hun liefde voor de profeet sallallahu alayhi wa sallam tot het uiterste. De profeet sallallahu alayhi wa sallam die hield van pompoen in zijn eten. En een van de sahaba die zou ook zoveel mogelijk pompoen eten als hij dat zag op een bord. Waarom? Uit liefde voor de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Ibadallah, houden wij van datgene waarvan de profeet sallallahu alayhi wa sallam houdt? De profeet sallallahu alayhi wa sallam hield van de Koran. Hij houdt van de Koran. En hij zou dit zelfs vragen van een ander om te reciteren. Hij zei tegen Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, lees de Koran. En Ibn Mas'ud radiyallahu anhu die zou zeggen, aqra'uhu ya Rasulallah wa alayka unzil. Moet ik dit reciteren, o boodschapper van Allah, terwijl dit op u is neergedaald? En toen zei de profeet sallallahu alayhi wa sallam, inni uhibbu an asma'ahu min ghayri. De profeet sallallahu alayhi wa sallam die zei, ik hou ervan dat ik dit hoor, dat ik de Koran hoor van iemand anders. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى ومعلوم من دأب الصالحين أنهم إذا اجتمعوا طاع
طلبوا من أحدهم أن يرتل كتاب الله عز وجل. الإمام النووي رحمه الله تعالى دي زاو زخة أن تس بكنت أن تسم بكنت خفونت فان دي الصالحين فان دي فروم مسلمس أل زي با الكار زاو دي كومة دات زي فان إيمانت زاو دي فراغة أم دي قرآن تريسيتير أو يونغر فان دي إسلام وانير هبه وي دات فور التلاتست خدان وانير زين وي فور التلاتست bij elkaar gekomen en hebben wij van iemand gevraagd die een mooie stem heeft om de Koran te reciteren uit liefde voor Allah en als navolging voor Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Beste broeders, hoe gaat het met ons en de sunna van de profeet sallallahu alayhi wa sallam? Hebben wij het bestudeerd en hebben wij het uitgevoerd? De profeet sallallahu alayhi wa sallam die zou zeggen tegen Bilal: Anfiq ya Bilal, anfiq ya Bilal, wa la takhsha min dil arsh iqlala. Hij zou zeggen sallallahu alayhi wa sallam: geef uit, o Bilal, en wees niet bang dat de eigenaar van de troon, oftewel Allah azza wa jal, jou weinig zal geven. Beste broeders, zoek het niet ver, maar zoek het dichtbij. Jouw familie om jou heen en jouw familie in Marokko, heb jij hun goed gezet? Heb jij voor hun gezorgd? Heb jij ervoor gezorgd dat zij, voordat jij je tweede of je derde bezit of auto of wat dan ook op, heb jij ervoor gezorgd dat een weeskind een opleiding kan volgen? Of dat een weduwe ontzorgd is van haar huur voor het aankomende jaar? Heb jij door middel van jouw giften jouw liefde getoond voor Allah en voor de profeet sallallahu alayhi wa sallam? Weet dat het gaat om de daden en het niet blijft bij slogans of zinnen of demonstraties of wat dan ook. Het zijn de daden, dat is waar het om draait nadat jij kennis hebt opgedaan. Dus dit is wat de profeet sallallahu alayhi wa sallam zei tegen Bilal. En de liefde van Bilal voor de profeet sallallahu alayhi wa sallam werd duidelijk. Niet alleen tijdens het leven van de profeet sallallahu alayhi wa sallam en niet alleen na zijn dood, maar ook bij de dood van Bilal al-Habashi radiyallahu anh. Hij stierf radiyallahu anh en zijn vrouw die was aan het zeggen: wa huznah, wa huznah. Hij stierf radiyallahu anh en zijn vrouw die zou zeggen: oh, wat een verdriet, oh, wat een verdriet. En hij, Bilal radiyallahu anh, die zou zeggen: bel wa tarabah, wa tarabah, gadan alqal ahibbah محمدا وحزبه صلى الله عليه وسلم. بلال رضي الله عنه دي زاو زخة تايدس تسترفة terwijl zijn vrouw aan het zeggen was: oh, wat een verdriet, oh, wat een verdriet. En hij, radiyallahu anh, die zou zeggen: oh, wat een vreugde, oh, wat een vreugde. Gadan alqa al-ahibbah, morgen kom ik mijn lievelingen weer tegen. Muhammadan wa hizbah, Muhammad en zijn partij, sallallahu alayhi wa sallam. Dit zijn de lichamen die in connectie stonden met Allah en met de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Yurwa anna ibn Umar radiyallahu anhu wa'ika wa'katan shadida marida maradan shadida faja'ahu at-tabib faqala lahu اذكر أحب الناس إليك فقال محمد صلى الله عليه وسلم فقام من مرضه رضي الله عنهما تدفق الدم في جسده وذهب ألمه ووجعه بذكر الحبيب بذكر الحبيب صلى الله عليه وسلم. Het wordt overgeleverd dat Abdullah ibn Umar رضي الله عنهما een erge ziekte had. En de dokter die kwam naar hem toe en hij zei tegen hem: noem de meest geliefde persoon bij jou op. En Ibn Umar die zei gelijk, zonder na te denken: Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. En het bloed begon weer te stromen door zijn lichaam. En door zijn mentale toestand was hij gelijk
over zijn ziekte heen. وَكَمْ رَأَيْنَا مِنْ عُلَمَائِنَا فِي مَرَضِهِمْ وَأَثْنَاءِ مَوْتِهِمْ يَطْلُبُونَ مِنْ طُلَّابِهِمْ التَّحَدُّثِ وَالتَّرْتِيلِ وَتَرْتِيلَ حَدِيثَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. هذه هي المحبة الخالصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. Hoe vaak hebben wij wel niet gezien dat een aantal van onze geleerden tijdens hun ziekte en zelfs tijdens hun sterfbed van hun studenten en van de aanwezigen zouden vragen om de hadith van de profeet sallallahu alayhi wasallam te horen. Dit is de ware liefde voor de profeet sallallahu alayhi wasallam. Dus vermeerder, o broeder, het lezen van de uitspraken van de profeet sallallahu alayhi wasallam. Vermeerder het bestuderen van het leven van de profeet sallallahu alayhi wasallam. Wie van jullie heeft gehoord over de sira van Ibn Hisham en de sira van Ibn Ishaq of Rawd al-Unuf? Van de bekende geleerde As-Suhaili uit Marrakesh. 1000 hoofdstukken over de profeet sallallahu alayhi wasallam. En Ibn Hisham ook. En Maghazi, Ibn Uqba, en Ibn Kathir, en Imam al-Dhahabi, en al-Maqdisi. Zoveel geleerden hebben geschreven over de profeet sallallahu alayhi wasallam. Zij schreven zelfs de namen van zijn schild, en van zijn harnas, en van zijn dieren. En zijn ezel heette Ufeir. En zijn kameel heette Al-Qaswa. En hij had zoveel paarden. En hij had zoveel vrouwen. En zijn vrienden. En zijn knechten. Alles is bijgehouden van de profeet sallallahu alayhi wasallam. Het bestuderen en het bezighouden met de profeet sallallahu alayhi wasallam. Dat is een en al baraka. Hij is onze ster. Hij is onze superster sallallahu alayhi wasallam. En in zijn sunnah zit leiding. Wereldse leiding en ook leiding van het hiernamaas. Dus hou je bezig met jouw profeet sallallahu alayhi wasallam. En laat al die zogenaamde bekende mensen die niet op de weg zijn van Allah azza wa jal. Begrijp wat de profeet sallallahu alayhi wasallam wou dat jij begreep. En lees wat de profeet sallallahu alayhi wasallam aan jou vertelde. En praktiseer zijn bevelen. قال ابن عثيمين رحمه الله تعالى لم يؤثر عن أحد من الصحابة إذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر أن يتساءل أهو للوجوب أو للاستحباب بل كانوا طوعا فورا سمعا وطاعة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى دي زخت Het is nog nooit overgeleverd dat een van de sahaba zich heeft afgevraagd na een bevel van de profeet sallallahu alayhi wasallam. Is dit verplicht of is dit aangeraden? Nee, zij zouden direct het bevel van de profeet sallallahu alayhi wasallam uitvoeren als hij dat had bevolen. Beste broeders, beste jongeren, een van de belangrijkste bevelen van de profeet sallallahu alayhi wasallam is dat we altijd eerlijk moeten zijn en dat we altijd de waarheid moeten spreken en dat we nooit mogen liegen. Altijd de waarheid spreken, ongeacht de situatie. Dat is het bevel van de profeet sallallahu alayhi wasallam. Hoe komt het dan dat sommige mensen, nota bene, dezelfde naam hebben als de profeet sallallahu alayhi wasallam? Hij heet Mohammed of hij heet Ahmed, maar je ziet hem liegen en bedriegen in zijn handel en in zijn wandel. Hiermee wordt de liefde minder voor de profeet sallallahu alayhi wasallam, want jij beschadigt zijn naam. Jij beschadigt zijn naam sallallahu alayhi wasallam. Dus o jij die zijn naam draagt, of o jij die gelooft in zijn boodschap, wees rechtvaardig en wees eerlijk ten alle tijden en volg de sunna van de profeet sallallahu alayhi wasallam, zodat jij geleid zal worden. We zeggen het en we blijven het herhalen. Lees de gezegende boeken. Het boek van Allah azza wa jal, waarin Allah zegt over zijn profeet sallallahu alayhi wasallam: wa innaka la'ala khuluqin azim. Jij bent op een geweldig karakter. En lees de gezegende boeken zoals Riyad al-Salihin lin-Nawawi en zoals Sahih Muslim en al-Bukhari.
allemaal gezegende boeken waarin jij leert hoe de profeet sallallahu alayhi wasallam was. De profeet sallallahu alayhi wasallam was dapper. De profeet sallallahu alayhi wasallam was eervol. De profeet sallallahu alayhi wasallam die stond het niet toe dat zijn familie of dat zijn umma werd beschadigd terwijl hij de andere kant opkeek. De profeet sallallahu alayhi wasallam die deed wat hij kan met zijn tong en met zijn bezit alvorens iets te doen met zijn hand. Dus wees net als de profeet sallallahu alayhi wasallam en draag de vlag van de islam verder door, o jongeren van de islam. En wees geen schaap die alleen maar bezig is met wat hij te eten heeft of wat hij te drinken heeft vandaag. Maar wees een denker en denk na over de profeet. En denk na over Allah en over zijn profeet en over de toestand van de moslims en probeer je eigen toestand en de toestand van de umma van Mohammed sallallahu alayhi wa sallam te verbeteren waar je ook maar bent. Fallahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka hamidun majid. Wallahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka hamidun majid. Allahumma taqabbal siyamana, اللهم تقبل صيامنا وتقبل قيامنا وتقبل قراءتنا وسائر أعمالنا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا, اللهم اغفر لنا ولوالدينا, اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين. اللهم بلغنا ليلة القدر, اللهم بلغنا ليلة القدر, اللهم بلغنا ليلة القدر, واعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وعلمائنا من النار يا علي يا علي يا غفار. اللهم انصر إخواننا في فلسطين, اللهم انصر إخواننا في فلسطين, اللهم انصر إخواننا المستضعفين في غزة وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم منزل الكتاب, مجري السحاب, هازم الأحزاب, اهزم اليهود الغاصبين وزلزل الأرض تحت أقدامهم يا رب العالمين. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك وانصر المستضعفين في كل مكان يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.